van Mel's Wonderland blog en vandaag zal ik het hebben over de fles met de container. Ik heb er al eerder een blog over geschreven. Die kan je vinden op mijn blogsite Mel's Wonderland. Wat de voor- en nadelen, of nadelen zijn er niet echt, wat de voordelen zijn van het gebruiken van een fles met een container. Het klinkt heel raar, fles met container, maar het is in feite niet meer dan een fles met een aparte container die je eruit kan halen en waar je van allerlei lekkers en gezonds in kunt stoppen. Ik krijg heel vaak de vraag, als ik er mee rondloop op het werk of waar dan ook, van wat is het? En wat kun je erin stoppen? Dus dacht ik van, nou, laat ik er maar eens een vlog over maken. Je hebt twee soorten, tenminste degene die ik gevonden heb. Namelijk degene met een drinktuitje, zeg maar. Waar je gemakkelijk uit kan drinken. Nadeel van deze fles, vind ik, is dat die minder goed afsluit. Dit gaat op een gegeven moment minder goed afsluiten. En dan heb je het risico dat er natuurlijk, als je het overal meeneemt, de fles in de auto of waar dan ook, dat die dan water lekt. Dan heb je een tweede soort container en dat is deze. Nadeel hiervan is dat die geen apart, drinktuitje heeft. Zoals je ziet. De container is ietsje kleiner ook, maar buiten dat is hij sluit wel enorm goed af. Dus hij is veilig in je handtas te stoppen. Je gaat geen water lekken. En je kan er uiteraard uit drinken. Alleen is het ietsje minder handig dan degene met de drinktuit. Nu, wat kan je er allemaal in stoppen? Nou, mijn all-time favorite, en ik heb er al van alles ingestopt en meegeprobeerd en combinaties meegedaan, is de citroenschil. Meestal als wij gebruiken heel vaak citroen bij het koken of bij wat dan ook. En ook om te drinken 's morgens. Het eerste wat ik altijd drink is een glas water met citroensap. Soms verse, soms niet. Altijd biologische citroenen gebruiken uiteraard. Want, waarom? Als ik dus de citroen geperst heb, daarna steek ik de pellen in de diepvries om te bewaren. En wanneer ik dan zin heb, neem ik die eruit. En ofwel snij ik die dan in kleine stukjes, die diepgevroren pellen van de citroen. Ofwel in zijn geheel. En die stop ik dan in zo'n container. Het voordeel daarvan is, dus daarom gebruik je biologische citroenen, omdat je anders al die chemische giftige stoffen ook opdringt. Het voordeel van deze, van het gebruik van een citroen is namelijk, of van een citroenpel, is dat deze wel 2-3 dagen gemakkelijk meegaat in je watercontainer en ook nog smaak afgeeft. Nu, wat ik ook heel lekker vind en heel fris, is muntblaadjes. Maar dan wel de wilde munt. Daarmee bedoel ik, meestal als je van die plantjes koopt, is mijn ervaring in de supermarkt, die geven ten eerste niet heel veel smaak af in het water. En ten tweede, de blaadjes verdorren of zijn heel snel, worden die slecht. Dus je kan meestal maar ten hoogste 1 dag de container met de muntblaadjes gebruiken. Terwijl als ik wilde munt gebruik, die ik groei ook in mijn tuin, is dat het gemakkelijk 2 dagen vers blijft en ook nog smaak afgeeft. Vandaar wilde munt. Een zomers lekkere variatie, vind ik, om in de container te stoppen, zijn de ananassen. En ik ben weer handig. Zijn de ananasstukjes. Ik pel meestal een hele ananas en ik snij die in kleinere stukjes en ik stop het in de diepvries. En dan af en toe haal ik een paar stukjes eruit, stop ik in de container en vul met water. Het geeft wel maar maximum 1 dag smaak af. Zelfs dikwijls maar een halve dag. Maar het is wel heerlijk lekker zoet. Het is net een pina colada zonder alcohol. Dus te drinken op het werk. Wat ik ook lekker vind erin, maar dat is seizoensgebonden, zijn hele kleine, van die hele kleine sinaasappeltjes. Dat je meestal rond de kerstperiode vindt.
die snij ik dan in halve stukjes en die gooi ik er helemaal in de container. Dus gewoon de helft, hup, erin. Meerdere. En het is heerlijk zoet, zuur, fris van smaak. Blijft ook meestal een paar dagen goed en daarna eet ik het gewoon helemaal op. Als de smaak zeg maar eruit is uit het water, haal ik die eruit uit de container en die eet ik dan nog op. Dus niks gaat verloren. Zo, dat was het dan. Dat was mijn vlog over de fles met container. Het is een gezond alternatief en mensen die moeite hebben met water drinken, die gaan daarna gaan met deze methode absoluut geen moeite meer hebben om aan de 2 liter water per dag te komen. Dag allemaal, tot de volgende vlog.